De Mitochondria is the powerhouse of the cell. Deze meme is zo populair geworden in de afgelopen jaren dat de Engelse Wikipedia-pagina over mitochondriën het zelfs vermeldt. Die ene bij de hand de persoon die dit filmpje zit te kijken, zal misschien nadenken over de grammaticale fout in deze meme. Maar de kans is veel groter dat je niet eens weet wat mitochondriën zijn. En als je dat wel weet, zou je wellicht ooit bij biologie geleerd hebben dat mitochondriën, zoals de meme zegt, energie leveren aan de cel. Maar wat de biologieles niet vertelt, is dat mitochondriën veel meer doen dan alleen maar energie leveren. Om te zorgen dat iedereen op één lijn zit, zal ik eerst uitleggen wat mitochondriën zijn en wat de betekent. Daarna ga ik over op andere coole en ook vooral belangrijke rollen die mitochondriën vervullen in je lichaam. En als laatste vertel ik wat er kan gebeuren als je mitochondriën niet goed functioneren. Mitochondriën zitten in bijna elke cel van je lichaam. Het aantal verschilt per celtype, maar de meeste zitten toch wel in je lever. Daar zijn het er tot wel 2000 per cel. Dat komt neer op 22% van het volume. Mitochondriën zijn dus blijkbaar erg belangrijk. Maar dan komt de grote vraag, wat doen ze dan? Mitochondriën maken de batterijen die de cel nodig heeft voor allerlei processen. Onder deze processen vallen de reparatie van kapotte onderdelen, het maken van nieuwe eiwitten, het recyclen van bouwstenen en zelfs het delen van de cel. Deze batterij heet ATP. En om even een beeld te geven hoe belangrijk ATP is, moet je het volgende weten. In één dag maakt je lichaam ongeveer je eigen lichaamsgewicht aan ATP aan en gebruikt het ook weer op. Dus voor mij. Een persoon van ongeveer 70 kilogram maak ik iedere dag 70 kilo aan ATP aan. Het merendeel van de ATP-batterijen wordt door de mitochondriën gemaakt uit suiker. En dat is dus waarom ze de energiecentrale van de cel worden genoemd. Want ze maken batterijen. De theorie gaat nog wel iets dieper dan dat, maar dit is voor nu alles wat ik ga vertellen. Oké, okay, volg je het nog? Want zoals ik zei, is er nog veel meer dat mitochondriën bijzonder maakt. Om te beginnen, moet je weten dat alleen dieren, planten, schimmels en gisten mitochondriën hebben. Bacteriën hebben deze niet. Waarom denk je nu misschien? Als het zoveel doet. Dat komt omdat mitochondriën zelf ooit ook bacteriën waren. Dat verhaal begint bij de cel die voorouder is van alle dieren, planten, schimmels en gisten. Deze cel noemen we heel even Leka, omdat dat is hoe die ook in het echt heet. Leka voedde zichzelf door andere cellen op te eten, als een soort van Pac-Man. En zo ging hij lekker door het leven. Maar op een dag slokte Leka een bacterie op en verteerde deze niet. In plaats daarvan leefde de bacterie verder op het afval van Leka. Deze bacterie was de voorouder van de mitochondriën van nu. De samenwerking was voor beide, zowel Leka als de bacterie, zo voordelig dat het een mogelijkheid gaf tot complex leven zoals jij. Oké, okay, dus wat doen de mitochondriën nou nog meer behalve ATP maken? Een van hun taken is de productie van warmte voor je lichaam. Dit gebeurt vooral in bruin vetweefsel. Normaal gesproken verbranden de mitochondriën suiker om ATP te maken. Maar ze kunnen ook suiker verbranden zonder ATP te maken. En die energie uit de suiker komt dan vrij als warmte. Maar mitochondriën maken naast ATP nog allerlei andere stoffen die belangrijk zijn in je lichaam. Zo maken ze een aantal amidozuren. Dat zijn de bouwstenen van eiwitten. Ook helpen ze bij de maak van het suikerglucose als er te weinig van is. En bij de maak van het molecuul heem. Dat is wat bloed zijn rode kleur geeft. Mitochondriën spelen verder een belangrijke rol in de maak van de bouwstenen voor DNA. De maak van vetzuren. En in de maak van de goede vorm van cholesterol. Mitochondriën zijn ook deel van de afvalverwerking van de cel. Zo zijn ze betrokken bij de maak van urea, het voornaamste afvalproduct in je plas. En ze zorgen ervoor dat de cel in balans blijft als er bijvoorbeeld te weinig zuurstof is. Dan is er nog één proces waar de mitochondriën bij betrokken zijn, wat voor de cel de laatste is. Dit is de celdood. De cel activeert dit proces als er iets zodanig mis of stuk is dat het niet meer te repareren valt. Daarbij zal de cel zichzelf vernietigen om de rest van je lichaam gezond te houden. Mitochondriën spelen hierbij een centrale rol. Na het allereerste gaat-dood-signaal laten de mitochondriën een stofje los in de cel. De verspreiding van dit stofje en de daaruit volgende ketterreactie aan processen betekent het einde van de cel. Als de mitochondriën allemaal goed functioneren, zijn dit zo'n beetje de processen die plaatsvinden in je lichaam. Maar wat gebeurt er als de mitochondriën niet goed functioneren? Dat is bij sommige mensen het geval. In de meeste gevallen komt het door een aangeboren afwijking. Dit komt dan door een mutatie in het DNA van iemand's mitochondriën of in het DNA van de celkern. Stoornissen door mutaties in mitochondriën komen bij ongeveer 1 op de 8500 mensen voor en ze zijn erfelijk. Een voorbeeld van een ernstige ziekte is het syndroom van Alperceutonoger. Baby's met deze ziekte lijken bij de geboorte gezond, maar kunnen al snel broertjes krijgen. Dit ontwikkelt zich dan tot epilepsie. Naarmate de ziekte vordert, ontwikkelen kinderen diverse hersenaandoeningen: spierswakte, leveraandoeningen. En uiteindelijk de dood. De aandoening komt door een mutatie in het polgen. Dit gen codeert voor het eiwit dat het DNA van de mitochondriën kopieert. Alpes is de meest ernstige ziekte die komt door een mutatie in het polgen. En hij komt voor bij ongeveer 1 op de 51.000 mensen. Andere mutaties in de gen zorgen voor minder ernstige syndromen. En deze kunnen vaak worden behandeld met bijvoorbeeld spraak of fysiotherapie. Bedankt voor het kijken. En wil je nou weten waarom je altijd zo moeite hebt met op tijd naar bed gaan en op tijd opstaan? Kijk dan vooral mijn andere filmpje over slaap.